Oké. Vanavond, na een spectaculaire wedstrijd, heeft Heijs voor de derde keer dit seizoen verloren van Amsterdam. En elke keer is het nipt. Naast me, ik denk een teleurgestelde coach, of misschien ook niet, we zullen het aan hem vragen. Maar terecht overwinning voor Amsterdam. Kijk, uiteindelijk wat er op het scorebord staat aan het einde van de wedstrijd, daar moet je denk ik niet over discussiëren. En we kunnen erover discussiëren dat we het misschien in de eerste periode of eerder in de derde periode zelf hadden kunnen beslissen. Maar aan het einde van de wedstrijd staat er een stand op het scorebord en dat is dan terecht. Ja, het zei, helaas is het niet 3-2 voor ons. Maar of dat terecht is. Ga geen uitspraak over doen. Ik kijk naar hoe wij hebben gespeeld en daar kunnen we in de basis gewoon heel erg tevreden mee zijn. Oké, ik zat voor de wedstrijd te denken, zou Amsterdam een psychisch voordeel hebben dan ze al twee keer van ons gewonnen hadden? Of is dat zomaar psychisch wartaal gepraat van me? Nou, je zat voor de wedstrijd te denken dat we zouden verliezen. Dus dat is één. Kijk, de eerste wedstrijd was een oefenwedstrijd in september. Ja. En toen halverwege stond het 1-1. Toen waren zij verder dan wij. En dan werd het geloof ik 6-1 voor Amsterdam. Ik denk ook dat wij in Amsterdam er iets meer uit hadden moeten halen. Als je 4 minuten voor het einde op een voorsprong komt. Dan moet je zo slim zijn om dat niet meer weg te geven. Vandaag was het een wedstrijd waarin ik denk dat wij over de hele linie gewoon net wat beter waren dan Amsterdam. Maar Amsterdam gewoon effectiever met de kansen omgaat. En gewoon daarin het verschil gemaakt wordt door een Joey Oosterveld die eigenlijk twee keer te veel ruimte krijgt. En twee keer die puck natuurlijk ongenadeloos bovenin schiet. Laten we dan zeer positief afsluiten. De mensen hebben van minuut 1 of seconde 1 tot de laatste minuut een fantastische wedstrijd gezien. En we staan relatief nog steeds 1 punt voor op Amsterdam. Nou, volgens mij, ik weet even de stand niet. Volgens mij staan we gelijk als we ons inhaalwedstrijd winnen. Zij zijn 1 punt uitgelopen voor ons en hebben er 2 en wij 1. Ja, en zij stonden 2 punten voor? Wij stonden relatief 2 punten op hun voor. Oké, nou goed. Ik denk dat het inderdaad richting het einde een heel gerekend gaat worden. Ik denk dat Heerenveen in Herentaal, zoals ik eerder heb gezegd, gewoon het sterkste team zijn in de gehele competitie. En ik denk dat Zoetermeer, Amsterdam en wij gaan vechten voor 2 plekken. Zo simpel is het. Oké. Hey, hartstikke bedankt. En je weet het, de volgende wedstrijd is weer de belangrijkste. Altijd. Dat is zondag. Hey, succes. Dankjewel. Zo, voor de verandering een keer een ander iemand naast me. En dat vind ik een hele eer. Mister IJshockey van Nederland. Ronnie Betteling, of Ron Betteling, wat moet ik over hem zeggen, meer dan 1000 wedstrijden in de Nederlandse competitie gespeeld. Speler van het gouden Nederlandse ijshockeyteam in Lake Placid, met onder andere Jack de Heer, Jan Jansen, Larry van Wierden, ga zo maar door. Co-commentator bij Eurosport. De Ron Betteling schaal, wie maakt dat mee als hij nog leeft? En, er is een schaal naar je genoemd. Ten eerste moet ik u zeggen. Nee hoor. Ja, dat vind ik van wel natuurlijk. Maar gefeliciteerd. Maar wat vond u van deze wedstrijd? Je hoort het aan mijn stem. Een hele spannende wedstrijd. En dat had beide kanten op kunnen vallen. Het oude kwartje. Aan beide kanten op kunnen vallen. Het zijn zware wedstrijden en het maakt het ijshockey wel mooi. Er zit een compliment aan Den Haag. De hele organisatie achter dit team. Week in, week uit zitten er nu helemaal uitverkocht. Dus dan denk je van, dan doet een organisatie als Draag het heel goed. Was een volgende vrouw of vind je van zijn volle bak? Ja, nee, maar dat heb ik ook voor de wedstrijd tegen de jongens gezegd. Ik zei, jongens, hier, kijk, je speelt op het hoogste niveau in Nederland. En dan is het, dit is een play-off wedstrijd. Weet je wel, wees een spons en zuig het op. En dit is het mooiste wat er is. Dus
in deze ambiance te spelen, ja, dat is mooi. Goed publiek. Ik ken het publiek dat er achter me zit. Dat zit er al tientallen jaren. Dat zijn mijn vrienden geworden. En ik kom hier graag. En dan is het leuk om voor zoveel mensen te spelen. En dan zeg ik ook, het zijn spannende wedstrijden. Mensen zeggen nog wel eens, ja, het niveau. Nee, het is goed niveau. Het is mooi niveau. Dit is het niveau wat er in Nederland gespeeld wordt. En er komen mensen kijken. Oké, dat is een zeer netjes antwoord. Ja. Hey, maar ik vroeg het ook al aan Chris. Hadden jullie een psychisch voordeel dat jullie al twee keer van Den Haag hadden gewonnen? Of speelt het totaal niet mee? Nee, het speelt bij ons niet mee. Het zijn gewoon spannende wedstrijden. Er zitten aan beide kanten gewoon goede ijshockeyers. En zij hebben in Chris hebben ze gewoon een hele goede coach. Ja, dus die weet van wanten. Dus die weet, nou ja, dan wordt het, dat is niet eens een schaakspel. Maar ja, je hebt respect voor elkaar. En dat zie je ook op het ijs terug. Oké, en dan was ik nog vergeten. Je hebt ook nog een ijsverleden. Ja, de opening van de ijsbaan, de mooie Uithof, heb ik meegemaakt. Maar volgens mij ben je toen nog als talent van het jaar. Ja, was ik talent van het jaar. Dus ik heb hier mooie tijd. Ik heb wat met Den Haag. Hey, en een vraag die mij altijd geïntegreerd heeft. Wat vindt u van de Beneliga? Ik vind de Beneliga goed. Het is alleen jammer. En ik heb het net met Joep Meijzen van ijshockey.com of ijshockey.nl erover gehad. Het is jammer dat, afgelopen jaar in de eerste divisie waren Zoetermeer, Amsterdam en Den Haag behoorden bij de halffinalisten. Daar komt dus Heerenveen en Herentals bij. Nou, de drie teams, Zoetermeer, Den Haag en Amsterdam, hebben zich versterkt met spelers. Ja, dan is het, als ik het mag zeggen, lullig dat vijf goede teams in één poel kan terechtkomen. Hey, dan als laatste, want we zijn dankbaar dat je hier natuurlijk even komt staan. Welke vier teams gaan de play-offs spelen? Ik ben elke wedstrijd nerveus. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En dat maakt het wel heel spannend en wel heel leuk. Maar voor coaches niet zo leuk. Oké, Bettelinkie. Of gewoon hartstikke bedankt dat je hier graag wilde zijn. Altijd. Super. Dank je. Nu naast me staat de man of the match, Thomas Roosendaal. En ik denk dat het een moeilijke keuze is geweest, want heel veel spelers speelden vanavond zeer goed in deze zeer spannende wedstrijd. Hoe is het om, Thomas, ten eerste gefeliciteerd natuurlijk als man of the match, maar hoe is het om man of the match te zijn na zo'n wedstrijd? Ja, anders. Je zag het al toen ik de prijs kreeg. Ja. Je gaat dan niet met z'n allen op een foto. Plus, ik had liever de man of the match ingeruild voor een overwinning. Oké, maar ze zijn maar één punt op ons uitgelopen of wel ingelopen, kunnen we beter zeggen. Ja, maar toch, weet je, je wil zo'n wedstrijd gewoon winnen. Het is volle bak, 2500 man. Je wil gewoon winnen en we konden makkelijk winnen. Nou, makkelijk, we konden winnen. Dubbeltje viel dus deze keer niet onze goede kant op. Hey, maar beschrijf jouw gevoelens als je het ijs op gaat met 2500 man. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf. Het gejuich als we erop gaan. Het gejuich ook als die kleine van de jeugd erop gaat om een rondje te rijden, eerder rondje. Ja, dan het geklap, het gejuich, dat is gewoon al heel gaaf. Als je een goal scoort, het publiek wat achter je staat. Dit is alleen maar top. Hier kunnen denk ik andere clubs alleen maar van dromen en wij kunnen het realiseren. Dat is gewoon heel gaaf. Dan zoals elke week een ijshockeyvraagje. Ik zag vandaag de scheidsrechter weer met zijn hand omhoog staan. Wat betekent dat eigenlijk als hij met zijn hand omhoog staat en dan leg me dat eens uit? Het ligt er aan welke scheidsje bedoeld? De hoofdscheidsrechter. De hoofdscheidsrechter. Dat is diegene met de rode banden voor de kijkers en mouwen. Ja. Als hij met zijn hand omhoog staat, dan wil dat zeggen dat er een straf is. Dus, een straf? Ja. En waarom staat hij dan met zijn hand in de lucht? Ja, omdat het dan, zeg maar, dan heeft de partij die op dat moment de straf niet maakt, maar de andere partij die heeft dan de puck niet. Ja. En daarom is het een uitgestelde straf. Je hebt zeg maar dan je voordeel, want je keeper gaat eraf. En je kan een extra man opzetten. Dus je speelt dan 6 op 5. En daarom is je uitgesteld. Op het moment dat dan het team wat de straf heeft gemaakt de puck aanraakt, dan pas gaat de straf tellen. Ik vind dat je het heel erg netjes hebt uitgelegd. Ja, zo noemen we dat. Hey, welke vraag zou jij willen dat ik jou zou stellen? Of niet? Ja, ja. Welke vraag? Dat is een moeilijke dit. Ik denk dat het voor vandaag geen vraag hoeft te zijn. Ik denk als we gewonnen hadden dat het misschien dat ik nog wel een leuke vraag is had. Maar voor nu, ik wil in ieder geval de kijkers vragen om volgende keer gewoon weer met z'n allen te komen kijken.
En weer vol achter ons te staan. En we gaan gewoon weer ons best doen om de volgende wedstrijd gewoon allemaal te winnen. Ik denk dat dat een hele duidelijke boodschap is voor iedereen. Maar Thomas, succes in zondag. Want je weet dat de eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Hè? Uiteraard, we leven weer naar de volgende wedstrijd. Hey, Roos, dankjewel. Bedankt. Zo, als laatste hebben we vanavond onze goalie Claudia van Leeuwen voor de camera. En de eerste vraag, en die had ik al dagen van tevoren voorbereid. Claudia, was dit een moeilijke wedstrijd voor je? Nou, moeilijk is natuurlijk een groot woord. Maar ik denk dat wij als team beter waren dan dat hun hebben gespeeld. Alleen hebben we het wel op een aantal punten laten liggen. Mede doordat we niet gescoord hebben en hun wel. Ja, je blaadje ligt op de grond, hè? Nee, mijn blaadje ligt niet op de grond. Ik heb dat weggegooid omdat daar nog maar één vraag op stond. Oh, oké. Okay. Dus de rest van de vraag staat op dit blaadje. Oké, ik moet er even over terugkomen. Ja. Op terugkomen. Heb jij heel veel genoten van Bureau Sport? Heel erg van genoten, ja. Ik vond het heel erg leuk. En ik vind het onwijs leuk dat ze heel veel aandacht naar ijshockey besteden. En zeker dat ze dan naar ons toe komen als club zijnde. En ik denk dat het heel goed is voor het Nederlands ijshockey. Heb je veel reacties gehad? Dat is denk ik een inkoppertje. Ik heb heel veel reacties gehad. Allemaal positieve reacties. En allemaal gericht op de club. En dat we het goed doen. Dus dat is heel leuk. Nou ja, wij vonden het ook. Ik vond het bijzonder leuk. En het was een verademing natuurlijk om een keer de ijshockeysport weer op televisie te zien. Maar dan een ijshockeyvraagje voor jou. De goalcrisis of de doelcrisis, wat voor nut heeft dat? Nou ja, de goalcrisis is eigenlijk mijn territorium. En als de spelers daarin zijn, voordat de puck wordt geschoten, ja. Dan fluit zeg maar de scheidsrechter af. Dus daar mag je niet inkomen. Nog eens, dus als er een speler staat voordat er geschoten wordt en die staat in de crease, ja. Dan? Dan wordt de goal afgekeurd. Dus eigenlijk, dat is mijn heilige plekje en niemand mag daarin komen. Maar voor mij heeft het ook als functie dat ik weet zeg maar, tot waar ik kan uitkomen om een goal kleiner te maken. Dus het heeft twee functies. Oké. Heb jij dan ook nog speciale rituelen voor de wedstrijd? Nee, dat doe ik niet aan. Dat vind ik allemaal bullshit. Vind je dat echt bullshit? Nee, ik doe niet mijn linkerschaat eerst en dan mijn rechterschaat. Ik probeer zoveel mogelijk normaal te blijven. Want stel nou dat het een keer misgaat en je zeg maar, blijft in je hoofd zitten. Ja, dat zou zonde zijn. Dus ik ben er niet mee bezig. En dan deze heb ik wel opgeschreven als laatste een supportersvraagje. Neem je je stick ook mee naar bed? Mijn stick staat wel eens bij de voordeur. Hè? Mocht er dan ooit iemand een keer een inbreker komen, dan kan ik hem nog eens een hoek verkopen. Maar nee, mijn stick gaat niet mee naar bed. Nee, je had ook kunnen zeggen, Kik wel. Maar de stick, ja, het was Nee, Kik heeft wel wat moeite mee af en toe, maar die heeft zijn stick gelukkig niet nodig. Is goed. Hey, ondanks de nederlaag vanavond is Amsterdam toch maar één puntje op ons ingelopen eigenlijk. Dus we staan er nog steeds ontzettend goed voor en we hebben nog alle kans om de play-offs te halen. Ik zou zeggen voor zondag ontzettend veel succes in turnout. Want zoals bij elke wedstrijd, de eerstvolgende is de allerbelangrijkste. Dus, zeker weten, we gaan knallen. Bedankt dat je hier weer even wilde zijn en we zien je de volgende keer. Nou zeker, cool. Dankjewel.